Hallo en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Tokotax. Vandaag bij onze gast, voormalig vertegenwoordiger van het Hoge Commissariaat voor Vluchtelingen, Machiel Salomons. Welkom en wat leuk dat u er bent. Graag, ik ben er heel graag. U zit hier natuurlijk voor de meerdere functies die u heeft bekleed, maar u bent ook lid geweest van het AC. Wat heeft u opgestoken van uw tijd bij het AC, waar u iets aan heeft gehad in de verschillende functies die u heeft bekleed? Het was traditie bij Osiris, waar ik zat, om penitets uit te delen. Penitets zijn strafredes. Die werden toegekend aan mensen die geen tafelmanieren hadden. Dus je had precies 1 minuut om iets te zeggen, weet je wel. En dat kon een hele stomme opdracht zijn om het verband weer te geven tussen flamingo's en kopjes thee. Maar à l'improviste moest je een verhaal vertellen. En dat heeft me eigenlijk altijd geholpen, want Bijgeleven. in de toekomstige, in de latere carrière, ja, moet je heel veel speeches houden, heel veel praatjes houden en toasts uitbrengen. Dus nou, daar heb ik eigenlijk van geleerd. U heeft 32 jaar in het buitenland gewoond. Heeft u ook nog contact onderhouden met uw disputes en jaargenoten? Nou, zeker, zeker. Weet je, ik studeerde hier in Amsterdam en op een gegeven moment je wordt lid van het koor, maar dan word je lid van het dispuut. En je maakt daar, wat ze zeggen, vrienden voor het leven. Ik weet nog wel dat er een liedje was en daar kwam het woord vrienden voor het leven in voor. Dat is absoluut waar gebleken, want het werden vrienden van het voor het leven. Want elke keer als ik terugkwam, dan schoof ik weer aan en dan dronken we een borrel en gingen we zelfs het nachtleven in. En ik weet nog wel dat ik na 5 jaar kwam ik terug uit Hongkong. En toen kwam ik een kerel in Dansen bij Jansen tegen die zei: Hey, Mariel, ben je er ook? Heb je je tentamen staatsrecht gehaald? Dus die studeerde nog steeds terwijl ik al lang klaar was. Anyway, na 32 jaar ben ik teruggekomen naar Amsterdam. En guess what? Ik kwam gewoon in een warm bad terecht, want al mijn vrienden waren er nog. Dus Wat het is leuk. gewoon doorgegaan van die tijd. Dus na al die tijd heeft u het gevoel dat uw jaargenoten er altijd voor zijn geweest, eigenlijk. Altijd, ja. Nou, wat En ze hebben mij fijn. ook in het buitenland bezocht. Wat leuk. Ja, zeker. U heeft internationaal recht gestudeerd aan de UvA. Ja. Was dit altijd al uw plan met visie op een baan bij de Verenigde Naties? Ik had altijd belangstelling voor geschiedenis en internationale betrekkingen. Maar ik realiseerde me dat de kans op een baan een stuk kleiner zou zijn als ik internationale betrekkingen of geschiedenis zou studeren. Ik wilde geen onderwijzer worden. Dus ik dacht, ik ga rechten studeren en dan wellicht internationaal recht. En in mijn tweede jaar kreeg ik het vak internationaal recht en internationale betrekkingen. En toen las ik een boek van professor Akehurst dat als je bij de Verenigde Naties zou werken, dat je een belastingvrij inkomen zou genieten. En dat je toch veel meer vrijheid zou hebben dan in de traditionele functie van een diplomaat in dienst bij buitenlandse zaken. Omdat je naar allerlei oorlogsgebieden kon gaan. En dat trok mij aan. Dus vanaf dat moment heb ik mijn carrière, of mijn voorbereiding eigenlijk helemaal geconcentreerd om een baan te krijgen bij de VN. Bij de VN. En wilde u altijd al in een oorlogsgebied werken? Heeft u altijd daar een fascinatie voor gehad? Nou, ik wilde graag in de diplomatie. Ik wilde graag me bezighouden met internationale zaken. En ik realiseerde me, want ik weet nog wel dat ik door een hele lange procedure moest komen om bij buitenlandse zaken aangenomen te worden, dat mijn eerste baan was een beetje saai. En toen dacht ik van, nou, ik wil gewoon toch wat meer avontuur hebben. Dus toen heb ik geprobeerd om overplaatsing te krijgen naar de Verenigde Naties. En dat is gelukt. En vanaf dat moment heb ik eigenlijk een heel avontuurlijk leven geleid. Ja, in heel veel verschillende landen gewerkt Klopt, ook. ja. En hoe vond u dat? Waanzinnig natuurlijk. En kijk, het is eigenlijk moeilijk uit te leggen, want mensen die besloten hebben om hun leven en hun carrière in één land, in Nederland, te volgen, die hebben natuurlijk fantastische je weet je, buren, gemeenschap, community. Weet je. En wij moesten de hele tijd, dat wil zeggen, mijn vrouw en mijn kinderen, moesten van het ene land naar het andere land. En dat betekende dus dat we steeds afscheid moesten nemen van vrienden en steeds weer nieuwe vrienden maken en nieuwe kennissen maken. Maar ook in retrospect realiseer ik me eigenlijk dat ik mijn kinderen en mijn vrouw heb blootgesteld aan onvoorstelbare risico's. Bijvoorbeeld, ik was geplaatst in Guinea-Conakry.
een van de armste landen ter wereld, waar nauwelijks artsen waren, laat staan ziekenhuizen of voldoende medicijnen. Jeetje. En daar heerste de cerebral malaria. Dat is malaria, is geen gewone malaria, maar dan kan je binnen 24 uur dood zijn. Dus moet je voorstellen, als een van mijn kinderen daar iets ernstigs hadden gekregen, dan had ik het mezelf nooit meer vergeven. Weet je wel? Ja. Maar goed, een hogere macht heeft mij altijd beschermd. En in mijn leven ben ik ooit gegijzeld geweest. En ik, ik heb onvoorstelbaar veel dingen meegemaakt. Heel veel tragische dingen natuurlijk. Maar dankzij mijn gezin en mijn familie heb ik het altijd kunnen trekken, zoals dat heet. Ja. En ik moet er eerlijk bij zeggen, mijn carrière is niet altijd in oorlogsgebieden geweest. Ik heb natuurlijk ook 10 jaar in Genève gezeten en in Rome en in Hongkong, weet je wel, prettigere posten. Ja, na uw opleiding bent u naar New York gegaan om daar bij de Office Human Rights van de VN te werken als stagiair. Ja, ja. Hoe bent u aan deze stage gekomen? Dat is een interessante vraag. Ik was namelijk een mediocre student. Ik bracht meer tijd op het koor rond, of bij dansen bij Jansen, of op het dispuut. Weet je, dat is niet alleen zuipen, maar we hadden bijvoorbeeld ook debating evenings. En we bespraken, we hadden speeches en discussies en zo. Dus ik studeerde niet al te hard. En op een gegeven moment realiseerde ik me dat mijn carrière echt nooit van de grond zou komen als ik niet iets drastisch zou doen. Dus ik besloot de 3 meest prominente hoogleraren van de Universiteit van Amsterdam uit te nodigen voor een diner bij mij thuis. Professor Meijer, professor Heertjes en professor Leurdijk. En ik woonde toen op de Brouwersgracht en in een totale rundown huis. Maar het etage boven mij, daar woonde de griffier van de Hoge Raad. Dus die had ik ook uitgenodigd. Ja, die had hij ook uitgenodigd. Ja, dus terwijl ik zat te koken, zat hij die mensen te entertainen. En ik heb van mijn laatste geld heb ik de duurste wijn en cognac gekocht. En ik heb ze kreeft gegeven. En het was een 5-gangen diner. En ze ging pas om 3 uur weg. Stana kon dus open. En de volgende dag kreeg ik allemaal brieven, want dat ging nog in die tijd. Dan schreef je een handgeschreven brief van dat ze me bedankte voor een fantastisch diner. En dan schreef ik een brief terug. Nou, geweldig. Zou u voor mij alsjeblieft een aanbevelingsbrief willen schrijven bij de Verenigde Naties om een stageplaats te krijgen in New York? Want er kon maar 1 Nederlander stage lopen. Nou, dat deden ze. Dus zo ben ik binnengekomen. En u had verteld dat u namens alle stagiaires een afscheidsreden mocht geven. Waarom denkt u dat u degene was die dit heeft mogen doen? Nou, het was een kwestie van geluk. Toen ik in New York zat, vertelde ik, en dat was weer het contact van het koor. Ik studeerde samen in hetzelfde jaar als Kipio van der Stoel. En zijn vader, die was minister van Buitenlandse Zaken, maar die was toen permanent vertegenwoordiger bij de Verenigde Naties. En die woonde op Beekman Place, een prachtig appartement, naast, door de staat betaald, naast de Verenigde Naties. En hij zei, listen, ik weet dat je krap bij kas bent. Mijn vader is er niet, want die reist de wereld rond. Wil je niet in het appartement blijven? Dus ik zei, graag. Ja. Dus wat gebeurde er? Toen ik er eenmaal was, kreeg ik ook de smaak te pakken. En nodigde ik mijn mede-studenten uit om daar te komen borrelen en naar het uitzicht van het uitzicht te genieten. En ik zat toen op een gegeven moment in een werkgroep waar ik me bezig moest houden met een contemporair probleem. En ik zat me echt in te zetten, weet je wel, want ik voelde dat er enorm veel onrecht was. En nou, die inzet werd gewaardeerd door de leiding van de Verenigde Naties. Ze zeiden van, ja, jouw hart zit op de goede plaats, dus jij gaat afscheidsreden geven. U heeft in 10 verschillende landen gewerkt en verschillende functies bekleed. Ja. Een paar voorbeelden van deze landen zijn Roemenië, Maleisië en Hongkong. Kunt u wat meer vertellen over dingen die u zijn bijgebleven, die u daar heeft gezien of heeft meegemaakt? Ja, nou, in elk land zijn er natuurlijk dingen die hebben plaatsgevonden, maar een van de dingen die toch het meeste me hebben aangegrepen was de situatie in Guinea. Ik kom erop terug, want misschien hebben jullie die film wel eens gezien, Blood Diamonds, weet je wel, met Leonardo DiCaprio. Nou, ik zat daar middenin. Ik had te maken met mensen wiens ledematen waren afgehakt door de Revolutionary United Front. Soms was het ook door kinderen werd dat gedaan. En ik zal nooit meer vergeten dat ik op mijn kantoor zat en dat er ineens op de deur werd geklopt. En dat ik zei,
kom binnen. Maar er gebeurde niks. En toen werd er weer geklopt. En ik werd een beetje geïrriteerd. En ik doe de deur open en er staat een man, ik zal dat beeld nooit meer vergeten, allebei zijn handen afgehakt. Jeetje. En verband eromheen en het bloed kwam eruit. En ik heb toen besloten om samen met Artsen zonder Grenzen al mijn werkzaamheden te stoppen en zoveel mogelijk bewijs te verzamelen voor een mogelijk internationaal gerechtshof of tribunaal. Ja. Want het was te erg wat daar gebeurde. Ja, dat is iets wat u voor altijd dus bijbleef. Dus ik heb mensen geïnterviewd en ik heb toen uiteindelijk al het bewijs overgedragen aan mijn hoofdkwartier in Genève. Maar die zeiden, ja, dit bewijs kunnen we eigenlijk niet gebruiken, want het is onrechtmatig verkregen. UNHCR houdt zich niet bezig met het internationale tribunaal of mensenrechten schendingen. Maar toen heeft de toenmalige directeur International Protection toch besloten om het in een envelop te sturen naar het Hoge Commissariaat voor de Mensenrechten. En uiteindelijk heeft dat bijgedragen tot het opzetten van zo'n tribunaal. Maar ja, er zijn natuurlijk ook meerdere dingen gebeurd. Ik bedoel, ik heb in Roemenië een centrum opgezet. Wat speciaal diende om vrouwen, vluchtelingenvrouwen die in Libië zaten, bijvoorbeeld. Ja. Die waren, moet je voorstellen, vrouwen die werden opgesloten in gevangenissen met veroordeelde criminelen. Jeetje. Kan je voorstellen wat er met die vrouwen gebeurde? Ja, dat kan niet. Onmenselijk. Maar geen enkel land kon die vrouwen herbergen, want er waren al hele restrictieve immigratie- en migratieregels. Dus door zo'n kamp op te zetten in Roemenië, was een soort extraterritoriaal gebied, konden deze vrouwen geëvacueerd worden en dus bevrijd. Ja. En vervolgens werden ze resettled naar derde landen, weet je, naar Amerika, of kwamen ze in Nederland terecht, weet je wel. Heel heftig. Ja. Ik heb inderdaad in een video waar u nu ook spreekt, heeft u gezegd dat u voor haar een vrouw die kwam dan omdat ze was verkracht. Ja, ja. En u heeft een rustige en veilige omgeving voor haar gecreëerd. Precies. Hoe voelt u zich daarbij? Ja, weet je, ik zou je vertellen, toen ik studeerde hier in Amsterdam en bij het koor zat, was het zo dat het absolute merendeel van mijn vrienden en vriendinnen, die studeerden medicijnen omdat ze arts wilden worden, of studeerden economie omdat ze bij de bank wilden werken, of rechten, advocaat. Er waren bijna geen jaargenoten of dispuutsgenoten of koorgenoten die in de richting van mijzelf ingingen. Dus het merendeel van mijn vrienden, die zijn in banen terechtgekomen waarbij winst een belangrijk doel is. Ja. En voor mij was dat niet zo, weet je wel? Voor mij vond ik het, ik heb eigenlijk, het klinkt heel gek, maar ik heb eigenlijk mijn hele leven in dienst willen stellen voor de zwakste en op te staan voor de zwakste. En dat geeft zo'n enorm rewarding gevoel. Dat kan je niet uitleggen, want met name als je voor UNHCR werkt, dan zit je in oorlogsgebieden. Ik heb een keer in een situatie gezeten tussen Angola en Zambia bijvoorbeeld, waarbij het Angolese leger met mitrailleurs op het punt stond om op vluchtelingen te gaan schieten, weet je wel. Jeetje. Dat ik gewoon gek. Ik was volkomen gestoord. Dat ik op een gegeven moment ik had een wit overhemd aan. Ja. Dat deed ik aan een stok. En ik ging er tussen die partijen zitten zwaaien. Ze moeten wel gedacht hebben, wat is dat voor gek? Voor man. Ze hebben toen niet geschoten. Maar dat is gewoon zo ben ik nou eenmaal geweest. Ja. En ja, ik moet je zeggen, het is een heel dankbaar werk geweest. Ik voel me echt heel erg voldaan daarvoor. Nou, dat is fijn. Ja, want u heeft toch wel echt veel mensen geholpen. Mm-hmm. Ja, dat lijkt me ook wel een heel dankbaar beroep inderdaad. Wat vindt u van de vluchtelingensituatie in Nederland? Nou, ik moet je zeggen dat het vluchtelingenproblematiek is enorm gepolitiseerd sinds 2016, hè, de influx van vluchtelingen uit Turkije naar Griekenland. En ik moet eerlijk zeggen dat ik nogal gechoqueerd ben dat in het politieke debat, in de run-up to the elections, dat premier Rutte durft te zeggen dat als er nog een keer zo'n influx zou komen, dat de grenzen dan dicht gaan. Ja, vreselijk. Dat vind ik het ergste wat er is. Ja. Omdat als je met ware vluchtelingen te maken hebt, ik heb het niet over migranten, maar echte vluchtelingen, die hebben helemaal geen keus. Nee. Als ze in een land van oorsprong blijven,
worden ze gedood, gemarteld, komen ze in de gevangenis. Ja. Daar moet altijd de grens voor opengaan. En het is een teken van civilisatie, van een gemeenschap, als zo'n grens open is en blijft. Ja. Snap je? Dus het feit dat hij zich verlaagt om te appelleren aan een zeker electoraat, dat is voor mij shocking. Ja, ja, vluchtelingen worden eigenlijk vergeleken met emigranten. Klopt. En dat is niet het geval natuurlijk. Nee, tuurlijk niet. Nee. Een migrant heeft een keus, die kan blijven of gaan. Ja. Die gaat veelal om economische gronden. Maar een echte vluchteling, nou trust me, die wil geen vluchteling zijn. Nee, nee. U heeft ook United Ways opgericht, ja, in Nederland. Ja, ja. En daarbij bent u ook begonnen met een nieuw project, ja, waar u nu twee groepen helpt eigenlijk. De, ja, ouderen en de vluchtelingen. Ja, klopt, ja. Kunt u daar wat meer over vertellen? Ja, zeker. Nou, United Way, niemand heeft er ooit van gehoord, maar het is een van de grootste charitatieve organisaties in de wereld. Ze zitten voornamelijk in Amerika en ze houden zich bezig met onderwijs, gezondheidszorg en inkomstenstabiliteit. Nou, in Amerika is er veel meer armoede dan in Nederland, ja, dus die rol is ook veel belangrijker dan hier. Het leuke van die organisatie is dat aan de ene kant heb je allerlei boards waar CEO's van hele grote multinationals in zitten, ja, maar ook filmsterren zoals George Clooney en weet ik veel wat. En die geven allemaal geld voor het goede doel. Nou, dat kantoor, er zijn 40 kantoren in de hele wereld, maar dat bestond nog niet in Nederland. En in het laatste jaar toen ik bij UNHCR zat, toen werd mij gevraagd of ik het kantoor in Nederland wilde opzetten. Dus dat vond ik wel een uitdaging. Dus ja, dat heb ik gedaan. Het bestaat inmiddels al 2 jaar. En nou ja, een van de dingen van United Way is mensen en partijen bij elkaar brengen. En door die coronacrisis was het zo dat vrij veel ouderen werden geïsoleerd, konden hun familieleden niet meer zien, konden hun vrienden niet meer zien, waren dus in grote problemen. En nou, toen kwam het idee op om ze een tablet te geven, een iPad te geven, waarin WhatsApp, het enige wat er stond is WhatsApp. En daarmee te communiceren met hun familie, weet je wel. Dus ze dan toch, weet je wel, ze live kon zien, dan is de eenzaamheid niet zo groot. Ja, wat een goed initiatief. Heb ik, ja. Maar toen dacht ik, als we nou slim zijn, dan gaan we gewoon de vluchtelingen aan ze koppelen. Want op die manier, die ouderen kunnen dan die vluchtelingen helpen om hun taal te oefenen. Of, ja, tips te geven, weet je wel, waar je een bankrekening opent, culturele oriëntatie. Terwijl die vluchtelingen, die zorgen ervoor dat die ouderen 1 keer per week in contact treden, ja, met elkaar. Nou, dat is gebeurd. En het leukste en het meest spectaculaire is dat recentelijk heb ik een Auschwitz overlevende, iemand van 98 jaar, in contact gebracht met een Syrisch meisje van 22. En dat zijn nou de grootste vriendinnen van elkaar. Wat leuk. Ja, dat is echt. Dat lijkt me ook heel fijn om te zien dat het dan, tuurlijk, ook zo goed, ja, uitpakt. Ja, ja, ja. Ook vertelde u dat u een postdoc heeft gevolgd in, of aan Oxford. Ja. En u heeft daarvoor een sabbatical genomen. Hoe is dat gegaan? Nou, dat is waanzinnig. Weet je, ik zal gewoon eerlijk zijn. Toen ik rechten studeerde aan de Universiteit van Amsterdam, waren de professoren zo waardeloos dat ik soms wel eens de vraag stelde of de syllabi die je moest lezen, of ze die zelf al hadden gelezen. Sterker nog, ik ging nooit naar college. Ik ging nooit naar werkgroep. En 3 weken voordat ik tentamen had, ging ik me opsluiten en ging ik alles, weet je wel, voorbereiden. Ja. En ik ben er doorheen gekomen. Ja. Terwijl ik helemaal niet zo briljant of intelligent ben. Maar daar in Oxford, daar verzamelden ze natuurlijk de beste van de beste van de beste. Ja. En de docenten die daar, de professoren die daar, de hoogleraren die daar hun lectures gaven, nou, daar kon je gewoon, daar was je gewoon aan hun lippen gekluisterd. Want ze vertelden verhalen die waren zo spectaculair. Ik weet wel dat daar een voormalige prosecutor van het Yugoslav Tribunal een lezing gaf over de definitie van verkrachting en wat dat allemaal zou inhouden in de context van Joegoslavië. Ja. Het was gewoon onvoorstelbaar. Bovendien is het zo dat ze materiaal verzamelden wat de student moest bestuderen en waar in Amsterdam een half jaar moest gedaan worden over 1 syllabus van 30 pagina's, ging je daar binnen 24 uur moest je 200 pagina's verwerken en, ja, daar een stuk over schrijven. Maar je deed dat, ja, omdat je gefascineerd werd door het stuk. Je was helemaal captured bij. Ja. Dus het is niet voor niks dat het zo'n topuniversiteit is. Nee. Het is echt heel briljant. Het is heel gaaf. Ja. En er waren natuurlijk ook tradities, misschien wel leuk om te melden, dat
Ik weet wel, toen ik werd aangenomen, werd voorgeschreven dat ik een jasje dasje moest meenemen. Want alle dinners vonden plaats in de hall. Oh. En de traditie, die al 400 jaar oud is, dus dat je daar altijd een jasje dasje moet verschijnen. En dat je dan inderdaad in zo'n lange hal zit. En dat de hoogleraar, die zitten dan op een soort verhoogd gedeelte te dineren. Terwijl jij als ordinary mortal, als student, daarbij mag zitten. Ja. Dus het was een unieke ervaring. Ja. Ja. Heel ik raad het iedereen aan. En u heeft ooit gezegd dat u beter de beste of de slechtste van de beste kunt zijn dan de slechtste van de beste. Nee, ik had gezegd, in mijn leven heb ik altijd gezegd, je kan beter de slechtste van de beste zijn dan de beste van de slechtste. Ja, precies. Ja. En is er nog zo'n soort tip dat u kunt meegeven aan de studenten die eigenlijk uw ambities hebben? Ja, dat is MDC. Als je succesvol wil zijn in het leven, dan moet je over de MDC beschikken. En wat, de M staat voor in? Motivatie, de D staat voor doorzettingsvermogen en de C staat voor creativiteit, -concentratie. Hè, ik denk dat als je die vier criteria vervult, dat het allemaal wel goed komt met je. Ja, en heeft u dit altijd zelf ook altijd bij u? Ja, ik denk dat motivatie is het allerbelangrijkste. Ja. Weet je, er zijn talloze mensen die zeggen van, nou, ik ga maar rechten studeren, want ik weet niet wat ik beter moet doen en dan heb je de meeste kans om een baan te krijgen. Nou, als je met zo'n instelling tijdens de sollicitatie aan je baas gaat zeggen dat je die baan wil hebben, nou, voor dan jou 10 anderen. Niet. Je moet gewoon gemotiveerd zijn. Ja. En die motivatie die manifesteert zich doordat je goed bent ingelezen over de achtergrond van het bedrijf of de organisatie. En dat je de betrokken interviewer op zodanige wijze onder de indruk weet te maken dat hij dingen leert over zijn eigen bedrijf die hij zelf niet eens wist. Wat zou je nog willen meegeven aan de studenten? Ja, het is zo dat alle studenten die nu in de coronaperiode hebben gezeten, die balen als een stekker. Ja. En het is natuurlijk verschrikkelijk frustrerend dat je niet dat leven hebt kunnen leiden wat eigenlijk de mooiste periode in je leven zou kunnen zijn. Weet je wel, vriendschappen maken, ouwe hoeren, dronken worden, discussies hebben, ruzies. Je vormt, het zijn de formative years. Ja. Ik wil tegen je zeggen, het is alleen maar tijdelijk. En de tijd, het komt weer goed. En dit is een temporary glitch. En je moet gewoon niet opgeven, je moet gewoon doorzetten. Want uiteindelijk komt het helemaal goed. En uiteindelijk is het zo dat als jullie die tips volgen, die je ook op het internet leest, dan kan je er komen en kan je elke baan krijgen die je maar wil. Als je er maar voor gaat. Ja, ik ben door de vragen heen. Ik vond het heel interessant allemaal en heel erg bedankt dat u hier bij ons wilde spreken. Nou, met heel veel genoegen. Dankjewel. Ik hoop dat het wordt.